Weer een klimaat in de Verenigde Staten. 3.5 klimaatbeleid van de VS. Toen in 2015 het akkoord van Parijs werd getekend, was de hele wereld eigenlijk best wel enthousiast. Want de twee grootste landen qua CO2-uitstoot, China en de Verenigde Staten, hadden beloofd alle twee mee te gaan doen. Alle twee maatregelen gaan nemen tegen de klimaatverandering. Maar ja, toen was Obama nog de president van de Verenigde Staten en een jaar later kwam Trump aan de macht. En toen Trump aan de macht kwam, was het eerste wat hij zei over het klimaat: klimaatverandering bestaat niet en de Verenigde Staten gaat niet meedoen aan dat geld verspillen via het akkoord van Parijs. Dus hij wil zich gaan terugtrekken en hij is daar ook druk mee bezig. Maar gelukkig is de Verenigde Staten een federatie. En de deelstaten kunnen zelf wetten maken tegen de klimaatverandering. Ze hebben zelf best wel veel macht om iets anders te doen dan wat Washington doet. En daar maken ze ook gebruik van. Van alle kanten ontplooit men initiatieven om toch iets aan de klimaatverandering te gaan doen. Om niet achterover te gaan zitten zoals eigenlijk Trump wil gaan doen. Of sterker nog, Trump wil het eigenlijk alleen maar erger maken. Veel bedrijven maken dus ook al bijvoorbeeld gebruik van hernieuwbare energie. En sommige ministeries, die toch eigenlijk onder Trump vallen, hebben wel als speerpunt in hun werk bijvoorbeeld het verband tussen klimaatverandering en natuurbranden. En vinden dat daar wel iets aan gedaan moet worden om de energievoorziening en de energieinfrastructuur voor de toekomst in de gaten te houden. Dus het Department of Energy gelooft wel in die klimaatverandering. En sommige steden en staten zijn onafhankelijk van Washington dus plannen aan het maken om toch aan het akkoord van Parijs te houden. Zo worden in staten als Californië en ook Oregon en Washington op grote schaal windmolens geplant. Toen ik 3 jaar geleden in 2017 zelf door de Verenigde Staten reisde, kwam ik met name in het Westen best wel veel initiatieven tegen, zoals enorme windparken. Zoals hier bijvoorbeeld aan de grens van Oregon en Washington, in het westen van de Verenigde Staten. Kustgebieden die echt direct de dreiging van de stijgende zeespiegel zullen merken, nemen ook andere maatregelen. Zo worden er dus bijvoorbeeld in Florida en in New Orleans, waar de verwachte zeespiegelstijging van een meter in de komende 80 jaar al direct tot overstromingen zal leiden, delen van Miami zullen onder water komen te staan, worden er al allerlei maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld een soort van een kustbescherming, zoals wij dat in Nederland kennen. De Nederlanders worden hier ook zeker bij uitgenodigd om te helpen.